Ja, goedenavond. Dit is PHSS Echo. Nou, ik ben niet zo goed bestemd, blijkt wel. Dat begint al goed. ik ben super druk. Dus ik heb niet zoveel voor de ronde kunnen voorbereiden. Eigenlijk helemaal niks. En ik heb ook geen stream aanstaan. Omdat dat vraagt meestal nogal veel tijd. Ik moet allerlei dingen voor aansluiten. En ja, in de praktijk duurt dat meestal wel een half uur aan voorbereiding. Soms drie kwartier. Dus ik begin meestal 7:15. Dat heb ik nu niet gedaan. Ik heb gewoon doorgewerkt. Maar het is erg druk momenteel. En ik wilde, omdat het vorige week niet doorgegaan is, niet deze week ook laten afweten. Dus vandaar dat ik er wel ben. Maar niet heel lang moet ik zeggen, want dat gaat niet lukken. Vorige week was ik ook te druk. Ik heb twee weken achter elkaar wat foutjes in mijn planning gemaakt, waardoor ik de tijd dubbel geboekt had. Ik ben bezig een nieuw planningssysteem te ontwerpen, zodat dat niet opnieuw gebeurt. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè. Eens even kijken. Ik zit inmiddels de reflector en de andere dingen erbij te zetten. Even kijken, hoor. Oh. Met één hand typen is toch altijd nog... Ik typ meestal met twee handen en 10 vingers. En blind. Dus ja, dat is... Het is toch anders als je dat met één hand moet doen. Maar goed, het goede nieuws is, de stream is er. Dus je kunt via de stream van Frans meeluisteren als je niet de beschikking hebt over YouTube. Ik kan het helaas niet bekendmaken aan de gebruikelijke YouTubers. Maar goed, dat is maar even zo. Dat alternatief was om de ronde niet te laten doorgaan. Ik ga eens even kijken of er inmelders zijn. Ik hoef niet per se dat je wat te vertellen hebt. Is natuurlijk wel leuk als dat zo is. Dus ik ga luisteren. Dit is PA6 Echo, Papa Alpha 6 Echo voor de Diestaronde. En toen bleef het stil. Griezelig stil. Ja, Stormy Daniels. Die heb je nog nooit eerder gehoord, die grap. Dag Storm, er is verder niemand volgens mij. Dus als jij een paar woorden wilt terugzeggen, is dat wel welkom. Anders dan moet ik tegen Sander gaan zitten praten. Die is en niet spraakzaam en is alleen via de chat beschikbaar. Hi, PG5FRL. Zullen vast nog wel meer komen, hoor. Van Papa Alpha 6 Echo. Ja, als je de hele actie zelf praat, gaan ze ook dingen van je vinden, John. Kunnen we ook niet hebben, natuurlijk. Ja, eigenlijk toevallig dat ik hem even had bijstaan. Op het moment eigenlijk alleen maar actief op HF. En ik had nu de computer even aanstaan. En ik dacht, frik, ja, dat was ook wel rommel vanavond. Goed, eens even kijken of er nog meer mensen tussendoor gekomen zijn. PR6 Echo van Papa Golf, Foxtrot Romeo Lima. Ja, Roger, ja, ik ben ook wel veel op HF. Ik heb meestal wel CW ergens op de achtergrond staan pruttelen, nu ook trouwens. Het is op de stream vaak wat te horen als ik die via YouTube heb. Ik zal het volgende week gewoon weer voor elkaar maken. Maar, tenminste, als er dan tijd is, hoor, want het kan natuurlijk ook dan wel weer misgaan. Maar goed, op het moment is het wel heel erg. Ik kom nergens aan toe. Ik heb al 3,5 weken een nieuwe 3D-printer staan. De oude die was stuk en... is geprobeerd die te repareren in samenspraak met de leverancier. En uiteindelijk hebben ze mij een nieuwe gestuurd. Ik mag de oude houden voor de onderdelen. Maar die nieuwe die staat nog steeds in de verpakking. En ik heb er nog niks mee gedaan. En ik heb wel een verlanglijstje van dingen die ik wil printen. Onder andere voor een portable HF-ontvangertje. Er is een hele leuke base stand die op internet is verschenen. En waarmee ik... Wat wel erg handig is, dat ik het ding op mijn bureau zet. Dat ding blijft anders niet makkelijk recht overeind staan. Dus ik zou eens kijken of dat voor portofoons die ik heb beschikbaar is. Want het kost geen geld uit de laserprint of uit de 3D-printer. Zo goed als niks. Maar ja, ik moet het ding wel even op de tafel zetten. Even uitpakken, even in elkaar zetten. Het is, ze noemen het een bouwpakket, maar je moet twee schroefjes ergens indraaien. Volgens mij is dat alles. Maar... Ja, in ieder geval verheug ik me zeer op dat ding. Al 3,5 week lang. Ja, nou ja, ik verdien goed. En je weet nooit hoe het in het najaar is. Hè. Het kan best wel in elkaar storten. Hey, dag Rob. Ik zie PA11301 ook zich inmelden. Ik weet niet of hij luistert. Hij luistert mee, schrijft hij. Dus op een of andere manier, hij zal de stream van Frans al meeluisteren. Dus
Want via YouTube, tenzij iemand anders wat in de lucht zet, gaat het niet, hè? Nou, met een breaker inmelden, dus microfoon nog een keer naar jou, PG5FRL. En ik ben heel blij dat je er bent, want anders zet ik helemaal in mijn eentje van PSS Echo. Ja, ik heb heel langzaam geteld tot 3 of zo. Ja, nee, ik ben hier begonnen om het cv eigen te maken, hè, het. Ik heb een pedal aangeschaft. Kijken of ik daar mee kan worden, laat ik het zo zeggen. Het is wel wennen, moet ik zeggen, maar ach. Het klinkt wat strakker als dat ik met die CT aan de slag ga. Op een of andere manier lukt dat niet meer met mijn rechterarm. En dan is een pedal toch wel een prettig dingetje. Goed. Ja, ik ben nog op zoek naar een simpele HF-transceiver. Eigenlijk wil ik er eentje ruilen. Tegen een ID5100. Dus als jij nog iemand weet die daar oren naar heeft. Een simpele HF bedoel ik ook. Niet te veel toeters en bellen. Het zou leuk zijn als 6 meter erop zat. Voor de rest hoef ik het niet aan al te veel eisen te voldoen. Goed, dat was het eigenlijk een beetje van deze kant. Mors blijft toch wel knagend. Ik wil het toch weer oppakken. In het verleden heb ik het vrij veel gedaan. Maar ik moet zeggen, ik ben een beetje woestig geworden wat dat betreft. Ik kwam er deze week achter dat ik 30 jaar bemachtiging heb. Oké, goed. zo lang alweer. Ja. Microfoon retour met een kier van Papa Golf 5, Foxtrot Romeo Lima. Nou, over 2,5 jaar heb ik 50 jaar. Zo is het echt. 50 jaar met mijn centvergunning. Maar het mosje is nog niet roestig. Ja, waarom koop je niet een goedkoop ding, joh? Ik bedoel, ik heb de afgelopen 2 jaar heb ik 3 transceivers gekocht, nieuw. Die allemaal minder dan €200 waren. En 2 daarvan waren zelfs een stuk minder dan €150. En het zijn hele leuke apparaten met SSB en eigenlijk allemaal luxe. En vooral eentje is heel erg goed. Die is echt, het is een beetje een rare behuizing, maar dat ding is echt super klein. 6 bij 3 bij 9 centimeter. En dan 5 HF-banden. 80, 60, 40, 30. De CW-band bij uitstek, hè, 30 meter. En 20 meter. Er komt 4 watt uit. Maar hij doet het ook op je USB-aansluiting. Dan komt er wat minder vermogen uit. SWR-meter zit erin, power-meter zit erin. Allerlei filterstanden. In SSB werkt hartstikke leuk. Er zit een ingebouwde microfoon in. Dus je kunt hem gewoon voor je mond houden. Als microfoon, als een portofoon. En ermee werken. En ja, voor CW is 4 watt gewoon voldoende. Stukje draad en werken. Dus. Ik probeer met dat ding draagbaar. Dus echt pedestrian mobile noemen ze dat tegenwoordig. Draagbaar QFV te zijn. Daar heb ik nog niet zo heel veel resultaten mee. Maar ik heb daar ook wel heel weinig tijd voor gehad. Maar ik heb wel een opstelling. Ik kan er dus wel. Ik heb 2 antennes. Eentje voor 8 banden, de andere voor 10 banden. En dan kan ik met dit ding rondlopen en QSO's maken. Ik had er ook eentje, maar die is kwalitatief wat minder. Die heeft zelfs alle HF-banden. Die is ook zo klein. Die is net iets groter dan de microfoon van mijn FT901 uit de jaren, 70. Dus het hele transceiver. En. Ja, nee, ik bedoel, dat is natuurlijk wel het ware om het risico. Maar er zijn ook heel veel CW-transceivertjes voor die bedragen. Dus echt als je puur voor een CW gaat. Maar dit ding is heel luxe. Bij een van die, volgens mij bij alle 2 van die hele goedkope dingen, zit er zelfs een CAT-aansluiting achterop. Hè? Dus het is niet zo dat het heel beperkt is. En vooral eentje die is kwalitatief echt ook gewoon super. We doen allemaal wel behoorlijk aan de voorwaarden voor wat betreft de uitstraling. Maar. Er is één die is, het is echt Chinese kopie. En daar hebben ze wat goedkopere processor ingezet. En daardoor werken bepaalde dingen niet, omdat hij er gewoon niet kan bijrekenen.
Maar op zich werkt het ding wel. Je kunt er gewoon QSO's mee maken. Geluid is echt goed. Modulatie ook. Ik pak hem heel kort terug. Als je wil weten wat de goede is, dan moet je kijken op de site van Delta Lima 2. Mike Alpha November. Delta Lima 2 Mike Alpha November. Delta Echo. En daar zie je het apparaatje. De TRU-SDX. Met haakjes. Maar goed. En hij beveelt meerdere leveranciers aan die door hem zijn goedgekeurd. Door hem en zijn partner. Het ding is door een Nederlander en een Duitser ontwikkeld. Ja, het ziet er een beetje vreemd uit. Het is een beetje een blokje. Maar het is een complete transceiver. En het ding werkt echt goed. Ja, PG5FRL. Met een break. Voor de dienst ronde. PSS Echo. Ja, blijf rustig. Wow. Ja, nou, kijk, John, dat is heel simpel. Ik heb hier te maken met de chef financiën en die vindt het allemaal een hele leuke hobby en zo. En die is heel erg blij dat ik niet de hele dag onderheen hang, omdat ik hier mee bezig ben. Maar ze ziet liever niet dat er geld uit de huishoud klopt of in de hobby verdwijnt, hè. En op zich is dat ook niet nodig, want op zich heb ik alles. Dus alles met gesloten beurzen. En dan hou ik de chef financiën en hou ik hier ook tevreden. Dus ik moet je helaas laten, ik word geroepen. Mijn XPL is door de router gegaan, dus af en toe moet ik even wat hand- en spandienst beneden verrichten. Microfoon retour en dan ga ik er van tussen, John. PSS Echo van Papa Golf 5, Foxtrot Romeo Lima. Ja, geen probleem. Ik ben al lang blij dat je er bent. Ja, nou, ik ga eens even kijken of er nog meer inmelders zijn. En anders, ja, dan ga ik gewoon verder met werk. Want dat was eigenlijk de bedoeling ook, hè. Ik denk, ik blijf er tussen de 15 en de 30 minuten van PSS Echo. Het blijft akelig stil, John. Ja, nee, inderdaad. Even kijken. Nou, ik ga nog even aanroepen of er nog iemand is. Ja, en anders dan is het maar zo. Volgende week maak ik gewoon weer reclame voor de ronde. En dan zit ik ook weer op, op YouTube. Maar het is gewoon nu een beetje druk. Oké, ik blijf mezelf herhalen wat dat betreft, maar voor de late inschakelaars. Hè. Goed, als er niemand is, dan sluit ik de ronde af. En ik ben heel blij dat je er was, Storm, want anders dan was het helemaal niks geworden. Hè, van PSS Echo. Groeten. En ja, mochten er inmelders zijn, dan ben ik er nog. Oké, dan ring je even tot de volgende keer. Bye bye. Yo, groeten. Ja, ik zie daar Karel ARN van PA6 Echo. Maar Karel luistert niet of heeft geen microfoon aangesloten. PA1 ARN, dit is PA6 Echo. Ik had maar één inmelder in de diestaronde en die is inmiddels weg. Dus je kunt wat terugzeggen, maar je bent niet verplicht. PA1 ARN, PA6 Echo. Ja, ze zijn wel op in haar. En ja, ik kwam met het ook hier even. Ik heb wel aangezet. Want ik ben wat een beetje druk bezig met een NAS die onwillig is. Die zich niet wil melden in het netwerk. Hè. Dus dan ben ik een beetje narig eigenlijk. Maar goed, daar komen we ook weer achter. Hè. Een beetje warm, dan moet je niet altijd druk maken, denk ik. Ja, ik hoorde ook helemaal dat het mooi stil was op het kanaal. Dus ik wil daar eventjes ook weer antwoord geven. PA6, Echo PNaren. Ja, Roger, nou, ik was vorige week was ik er niet, dus misschien dat wel. En ik heb deze week geen uitnodigingsmailtje verstuurd. Ik ben echt verschrikkelijk druk. Ik moet dat echt wat beperken. Maar ik heb twee keer toe een foutje in mijn planning gemaakt. Waardoor ik de tijd moet inhalen. Volgens mij is het vanaf morgen een stuk minder druk. Maar
Helemaal zeker weet ik dat niet. Maar ik denk eigenlijk dat het morgenochtend... Ik heb dan nog twee video's die ik moet ondertitelen. En dat zijn eigenlijk de enige opdrachten die ik voor de rest van de dagen in de pipeline heb. Maar dat zegt niks. Het gebeurt vaak dat het dan alsnog heel druk is. Hè? Dus, maar het zou mooi zijn als het even wat rustiger is. Niet te lang, maar eventjes wel. Ja, ik denk dat omdat dat ik er vorige keer niet was en vandaag de aankondiging ontbrak, dat het daarom rustig is. Hè? Ik heb hier ook een toepassing. Ik heb nog steeds, ik moet behoorlijk wat doen om mijn router te vervangen. Ik heb een nieuwe router, maar de oude is niet helemaal kosher. En ik kan dat ding niet makkelijk vervangen, omdat ik dan tegelijkertijd een paar andere dingen moet doen. En dan wordt het een hele, dan moet ik echt een middag ervoor uittrekken. Dat heb ik momenteel niet. Maar ik heb hier een toepassing die ook af en toe geen verbinding heeft. Hè. De ene keer wel en de andere keer niet. Dat is een verbinding tussen twee computers. En die router die verbindt ze de ene keer wel. En de andere keer dan houdt hij alles tegen tussen die twee. En de computers staan naast elkaar. Dat is uiterst lastig. Want dan moet ik een USB-stickje pakken en het daarop zetten. Terwijl het ook gewoon van de ene naar de andere PC kan. Hè. Maar de ene dag doet hij het en de andere dag niet. En dan kun je ook... je kan van alles doen. Ik denk dat als ik de router reboot dat het dan wel opgelost is. Maar dat is ook weer zo wat, hè. Maar elke vervanger is ongetwijfeld ook, want die nieuwe die zal het ongetwijfeld goed doen. Wordt wel een keer tijd, want ik heb die volgens mij al een half jaar in huis. Maar toen leek je de problemen heel erg en die zijn wat minder erg geworden. Als ik de router maar één keer per week een keer reboot, hè. Ja, zo heb je van die dingen. Ik heb zoveel lokale IP-nummers in gebruik, dat sommige routertypen daar moeite mee krijgen. Dan is het geheugen opgebruikt. En dan werkt dat niet meer. En dat kan ook wel nu de reden zijn waardoor het nu niet werkt, hoor. Dat ik toch tegen de grens aan zit. Ik heb wel een paar uitverwijderds en die heb ik op een andere manier opgelost. Maar het kan best wel zijn dat de reden is. Ik heb een Fritzbox router. Van het één na laatste type is dit. En de andere is van de nieuwste versie, hè? Hoewel ook alweer een half jaar oud. Maar de nummers weet ik sowieso niet, hoor. Dat, ja, maar ik heb zo weinig tijd voor de hobby. Dat is best wel een beetje triest. Ik pak hem nog heel even terug. Ik begin het haast te verleren, Karel. microfoon nog een keer naartoe. P1ARN, PSS Echo. Ja, PSS Echo, P1ARN. Ja. Ja, ik las net ook ergens dat je heel druk was, hè. Ja, goed, dat is je boterham, dus en dit is maar een hobby. Maar, een hobby. Soms stop je er zoveel tijd in dat je bijna werk wordt, hè. Nou, in mijn geval dan. Ja, ik had wat problemen met het kring. Ik ben een weekje weg geweest en een externe ding gebruikt. En op een gegeven moment, dood. Ik ben vanmorgen thuisgekomen. Dan laat ik het vanavond even kijken wat er aan de hand is. En inderdaad, hij weigert het netwerk op te zoeken. Dus dan moeten we eens eventjes weer waarschijnlijk opnieuw gaan configureren. Uiteindelijk is een beetje te warm om dat allemaal te doen, hè. En ik denk ook voor jou, John, dat je geen mensen hebt voor de ronde. Ik denk dat er heel wat op vakantie zijn. Of ze staan in de rij op Schiphol nog steeds, hè? Hai. Oké, John. Ik ga even verder kijken en dan denk ik dat ik het voor vanavond gezien heb, hè. PA6 Echo, P1ARN. Ja, Rotsje, ja, ik verwacht dus ongeveer 11 en 1 uur klaar te zijn met mijn werk. Dus zoveel heb ik nog te gaan, hè. Geen dubbele boekingen meer, hè. goed. Ik heb niet zoveel last van de warmte. Dat heb ik eigenlijk. Ik heb altijd 1 of 2 dagen, als het in het seizoen voor het eerst warm is, dan heb ik er 1 of 2 dagen last van en daarna de rest van het hele zomerseizoen niet meer, hè. Dan gaat het allemaal... Wat perfect. Dus
Maar het is hier ook niet altijd super warm. Alleen als het meerdere dagen buiten heel warm is, dan loopt de temperatuur hier langzaam op. Hè. Maar meestal blijft het rond de 25 graden maximaal steken. Maar als het één keer warm is, dan duurt het ook lang voordat de warmte er weer uit is. Hè. Dat is dan weer de andere kant van het verhaal. Maar los daarvan, die kamer bij mijn ouders, ik weet niet of je daar ooit geweest bent, maar in de zomer, maar dat was verschrikkelijk. Dan was het regelmatig 40 graden. Hè? En dan zat ik gewoon te solderen. En daar had ik er wel last van hoor, als het dan zo warm was. Maar het is daar volgens mij wel eens 43 graden geweest op die kamer. Hè? Ik zat daar net onder het, een beetje zoals hier ook, ik zat daar onder het dak waar grind op lag en een wat dikke lage isolatie. Maar en het duurde dan een tijdje voordat dat grind opgewarmd was. Maar ja, als het al langer was, dan was het ook wel echt super warm daar, ja. Heel veel erger dan hier, hè. Maar ook daar had ik er toch niet veel last van. Het maakte me niet uit. Ik zat gewoon in die warmte te solderen. Het solderen was belangrijker dan dat het warm was, hè. Fascinatie was in die tijd zo groot. Ik zou het nu wel rustig aan doen. Maar goed, mijn werk is erg leuk. Dus ja, dat is ook niet vervelend, hè. Dat er dan veel werk is. En inderdaad, momenteel ben ik een buffertje aan het opbouwen. Voor tijden dat het minder gaat. Ik had vorig jaar nog een kwartaal waarin ik zo goed als niets verdiend heb. Hè? Dus zo kan het verkeren. En dat was ook niet echt een aanwijzbare oorzaak. Het was een kwartaal waarin het economisch niet slechter ging. Maar het bleven alle opdrachten weg. Ja, dan sta je dom te kijken. Dus ik heb pas een wilde geprobeerd om nieuw werk te krijgen. En ik geloof niet dat die inspanningen veel gedaan hebben. Het is gewoon vanzelf weer hersteld. Maar dat is een beetje het schrikbeeld. Hè? En ik heb die periode goed kunnen overbruggen. Dus ik kan nu ook wel zo'n periode aan, maar het moet dan niet een half jaar zijn, want dan raak je toch alweer in de problemen. Hè? Het is zonde, want dan is je buffer weg waar je zo hard voor gewerkt hebt. Hè? Dus ja, maar het is wel goed om een buffer te hebben. Dat geeft veel rust. Oké, groeten. En tot de volgende keer. En bedankt voor het even retour komen, want ja, dan kan ik toch twee mensen loggen, hè? Van PSS Echo. APS, ja, zeg ik over één naar hen. Ja, jong, het is inderdaad. Dus, ja, je moet toch even voor jezelf opkomen, hè? Op het moment zoals het nu is. Het is in alle kanten een beetje zwaar. Ik hoor het ook om me heen. En het is een beetje sabbelen hier en daar. Zeg, sterkte voor vanavond nog. En tot de volgende keer. Ja, 6 ik op één haar en sluiten. Hoi. Ja, Rotje, groeten. En ook iedereen die meeluistert, hè, want die zijn er ongetwijfeld. En volgende week is er gewoon weer een wat uitgebreidere ronde, want dan ga ik flink lawaai maken. Tenzij het weer druk is, hè. Maar ik hoop toch wel dat het dan iets minder rust is. Van PSS Echo. It is 9 p.m.